Ronald Koeman, kunnen we spreken van een blamage vanmiddag? Nou, dat vind ik wel een heel groot woord. Maar het was niet goed, hè? Nou, ja. Het is slecht verdedigd en niet het maximale rendement uit kansen haalt, dan kun je gelijk spelen. Want als jij het als voetbalman analyseert, waar gaat het dan mis vandaag? Nou ja, kijk maar naar de momenten waarin NSC, en ik denk dat illustratief was in het begin van de wedstrijd, hoe zij tot hun eerste twee grote kansen komen. Ja, dat zijn fouten bij ons die op dit niveau onacceptabel zijn. Ja, de eerste keer met De Vrij en Higden die kans krijgt, Mulder red jullie dan. Hoe kun je als trainer dat soort fouten eruit krijgen bij spelers? Kun je daar überhaupt op trainen? Nee, daar kan ik niks aan doen als trainer. Nee, en dan gaat het verder en dan komen jullie toch twee keer op voorsprong. En twee keer geven die voorsprong ongelooflijk snel weg. Hoe komt dat? Ja, dat vraag ik mij ook af. Omdat eigenlijk een voorsprong zou rust moeten betekenen. Maar we hebben heel veel moeite om situaties in te schatten in de wedstrijd wat gevraagd wordt. En ook waar we gevaarlijk in kunnen zijn. Kun je opbouwen, word je vastgezet. Nou, toen gingen we de lange bal spelen. Er was in een aantal situaties heel goed in het begin. En en met alle respect voor de tegenstander, was heel enthousiast en heeft alles gedaan voor een goed resultaat. Maar kwalitatief zijn wij beter en dat hebben we met elkaar niet op het veld kunnen laten zien. Wat bedoel je concreet, Ronald, met situaties niet goed inschatten? Welke situaties doe je dan op? Wat dan best het vraag temporiseren of zo? Nee, gewoon het feit dat je moet weten waar je kunt opbouwen en waar de vrije man is. Nou ja, de NEC probeerde ons vast te zetten met voor. Nou, dat betekent dat je of een middenvelder vrij kunt spelen. Nou, als dat niet lukt, dan staat Pelle altijd bij ons contra. Dus dan is Pelle altijd aanspeelbaar. En vanuit die situatie werden we ook gevaarlijk. Helaas schoten we de bal buiten de palen. Maar we werden daardoor wel heel dreigend. Nou ja, en dan is het in mijn optiek ongelooflijk dat je twee keer op voorsprong komt. En dat NEC met respect terugkomt. Want ja, dat mag niet. En daar falen wij met z'n allen dan in. Ja, want dit is toch een tegenstander waarvan je moet winnen. Als je ook gewoon naar het spel kijkt in sommige fasen. Ja, ik ben volledig met je eens. Ja, even over die lange bal. Hè. Hebben we het bijgehouden in de eerste helft. Hebben mijn collega's gedaan. 16 keer geeft Matthijs een lange bal. Het levert 11 keer balverlies op. Dat is toch geen beste statistiek? Nou, als dat zo is, dan is dat geen beste statistiek. En het verbaast mij, want zo zag ik het zelf niet. Heeft het er ook mee te maken dat middenvelders vaak niet goed staan? Dat analyseren ze bij Fox in de rust. Dan zie je vaak dat Klaas, als hij een paar meter van positie wisselt, dan kan hij de bal wel krijgen op het middenveld. Nou, dat is duidelijk. Dat ligt. Soms worden we ook gedwongen om de lange bal te spelen, omdat de positiebezetting op het middenveld niet altijd goed is. Ja, dat moet altijd weer afhankelijk zijn van waar Jordi is. Dat betekent voor Tony een andere positie. Daar moet Lex weer op reageren. Nou, dat moet beter. Maar dat is één trainbaar. Aan de andere kant is dat ook inzicht van spelers. Ja, want had je wel op meer stabiliteit gerekend na de laatste twee zegers? Ja, wel. Ik had dit niet verwacht. En het gevoel ook voor de wedstrijd was gewoon goed. Maar helaas heeft dat mij in de steek gelaten. Want ja, we hebben te veel momenten in deze wedstrijd gehad, zowel aanvallend, maar ook verdedigend. En vooral verdedigend, want we maken 3 goals in een uitwedstrijd. Ja, dat moet voldoende zijn met alle respect voor de tegenstander. Het blijft toch bijzonder. Het is een discussie die al niet eeuwenlang, maar die erg lang duurt. Dat je zulke spelers in de defensie hebt staan die international zijn, dat dan zo vaak fout gaat. Nou ja, het zijn meerdere. En dat is heel moeilijk. Hè? Ik moet de goal zien. De tweede, op het moment dat hij tegen de paal valt. Ik heb vol onbegrip gekeken naar die situatie. Maar ik zal de beelden terug moeten zien. Want het lijkt mij dat we die bal makkelijk kunnen wegschieten. Nog één ding. Gisteren wordt bekend dat Bakal erbij komt. Hoe belangrijk is dat voor jou? Nou, dat zeg jij. Wie heeft het bekendgemaakt dan? Is het niet helemaal rond nog? Ik weet niet. Jij zegt dat het gisteren bekend is gemaakt. Dan wil ik graag weten wie dat bekend Sommige heeft gemaakt. Sommige media berichten daarover. Oké, okay. Nou ja, dat is voor de media als zij dat willen bekendmaken. Jij zou het goed nieuws vinden als het echt zover komt deze week? Nou ja, iedereen weet intern hoe ik daarover denk.